Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M. Hey, what the fuck? Wat? Ja. Dat ik hem heb laten liggen daar of zo. Je telefoon? Nee, ja. Je wil hem... You need a help, I can make a help. But this is the shit what you're doing. Filmscènes zijn soms zo episch of ongeloofwaardig dat je je afvraagt, kan dit wel? De gierige gasten gaan voor jou de meest bizarre, extreme en ronduit belachelijke experimenten aan om dit uit te zoeken. En dat doen ze voor jou, zodat jij het niet hoeft te doen. Net voor jou. Lekker. En een lekkere chocolate voor jou. En die is happy hoor. Tuurlijk. Weer een nieuw seizoen Filmbusters. Dit keer samen met M&M's. We gaan 6 afleveringen lang kijken of hetgeen wat in de film gebeurt ook in het echt kan. Ja, niet alleen met M&M's. We hebben het uiteraard weer de hulp van experts die ons de kneepjes van het vak gaan leren. Ja, de cinematografie hè. Ja, mooi gezegd. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Zullen we gewoon gaan uitkijken wat de eerste film is? Klim maar aan. Wat we zien in deze scène is hoe handlangers van Will op verschillende manieren proberen de focus van hun slachtoffers te verleggen, om vervolgens hun zakken te rollen. Zo gebruiken ze afleidingsmanoeuvres om zoveel mogelijk waardevolle spullen binnen te hengelen. Eindelijk iemand rollen, lachen, ja, zin in. Zeker. Ik ben echt een keer beroofd. Ja? Ja. Wanneer? Hier in Amsterdam, na het uitgaan. En toen ik liep naar huis en toen vroeg iemand om een vuurtje. Nou, die gaf ik hem heel netjes. Super aardig. En toen ging hij met me dansen. Dacht ik, oh, wat een aardig gast. Stond ik samen met hem te dansen en in één keer was mijn telefoon weg. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is kut. Ja, nou ja, je doet dus alsof dat niet kut is. Maar dat is echt heel vervelend, denk ik vertellen. Kijk, ik denk dat het misschien niet handig is om gelijk te gaan zakrollen. De kans zit er dan best wel in dat we dan misschien wel een poffert op onze neus krijgen. 100%. Ja. Of Niels belandt in de bak, dat zou ook nog kunnen. Ik denk dat het handig is, doen ze in de film ook, eerst leren hoe je de focus moet verleggen. Ja, laten we naar een plek waar heel veel mensen zijn en laten we gewoon gaan oefenen. Ja, toch? Oké, jongens, we gaan niet gelijk beginnen met zakkenrollen. Laten we eerst een beetje proberen te oefenen met hetgene waar de film echt om draait, de focus verleggen. Ja, dus daarvoor gebruiken we deze poses. Deze stickeren we op de mensen als we ze afleiden. Bijvoorbeeld, hey, hier heb je een mappie. En ja, je vraagt de route en dan is het... Duurt lang. Dankjewel, man. Dankjewel. En is wat bij de mensen gedaan. Degene die de meeste stickertjes plakt, wint. Oh, dat wordt een wedstrijd? Tuurlijk wordt een wedstrijd. Ik laat even zien, dat moet. Oké. Mevrouw, heb je enig idee waar ik nu ben? Sorry? Ja, op de kaart, zeg maar. Ah, hier top. Ergens zou Dappermarkt moeten staan. Super, dankjewel. Moet je daar kijken? Ja, nee. Oké. Het is wel gelukt. Het zag alsof jij op de bek wilde pakken. Ja. Alsof jij wilde tongen. Volgens mij moet je het meteen in het begin doen. Mevrouw? Ja? Mag ik je eens vragen? Nee. Weet... Nou, het is toch gelukt. 2-0, bitches. Kijk, Martijn. Wat? 1-0. Johan, zou je een foto van mij willen maken? Sorry, dat is pretty nice. You want to make a picture of me? Yeah, I got a camera here. Okay, it's really, really important for the background. So if you watch there, I really like the fruit. So if we go... How many stickers will put it on me? None. I see your shadow, man. So it's very impolite, yeah. You see my shadow moving. Yeah, so it's very impolite from the Dutch person. Should I make a picture of your back? Then you can see it. Hij was dus niet genoeg gefocust. Nee, niet op het scherm, nee. Zou je van mij een foto willen maken? Kijk, als je daar zo kijkt, ik ga daar zo meteen staan. Maar ik wil even weten hoe je hem kadert. Zeg maar, want ja, dus dat moet zeg maar zo, ik heb even een goede foto nodig. Oké, en dan ga ik daar zo even staan. Ja? Oké, top. Ja? Ja, die is goed. Dankjewel, man. Ik ben heel blij mee. Echt, thanks. Later. Zo, lekker gaan. Lekker, ja. Jongens, leuke pogingen. Leuk. Ja. Voor een beginner. Nou goed, nu laat ik wel even zien hoe het zeg maar echt moet. Ja. Nou, succes. Ja? Laat maar zien. Kan niet wachten. Oké. Grapje, ik zit hier. Dat is een grapje van vroeger altijd, toch? Die brugklas deed je dit toch altijd? Oh, een klein beetje Nederlands. Ja. You know, a trick, a goocheltrick. Wat is trick? Ah, never mind. Ja, yeah, have a good day, hè? Good day. Ja. Ja, dat trucje van vroeger, dat je zeg maar van links werd aangeraakt. Ja. Oh, wat is dat nou? Laat ik die nou vallen? Oh, sorry. Ja, dit was even raar.
Nou, ja, doei. Dat is zo verlof. Ik wil mijn gok er binnen doen, joh. Kijk die kop. Kijk hoe hard hij weg wil rennen. Ik wist niet meer wat ik moest zeggen. Kijk. Heb je nog een andere meestertruc? Ja, ik ben wel een doorzetter. Je kan alles over me zeggen, maar ik ben wel een doorzetter. Dus ik ga nog een keer alles geven. Echt alles. Alles gaat uit de kast. Moet je nagenoeg sterven, jij ligt er lekker te chillen onder een boompje in het park. En deze gozer is er. Hij plakt er één op de teen. Hij heeft er één op de teen geplakt. Hallo. Sorry. Gaat goed? Ja. Sorry. Ik zal het niet meer doen. Oké? Doei. Hoe ging het? Ja, ik was wel beduidend de allerbeslechtste. Nee, maar ook wel weer de beste. Vond ik ook, ja. Ja. Hartstikke goed. Gewoon jij wel de schoonheidsprijs, by far. Zeker gewonnen. Weten. Oh, hey. Nou, daar win je alleen niks mee. Maar het focus verleggen, dat komt wel beter. Dat was lastig. Maar goed, we gaan nu echt leren hoe het moet. Hè? We krijgen nu namelijk les op het gebied van zakkenrollen van een echte expert. Van een echte? Van een echte grote expert. Kijk. Daar is Peter. Is dit de beruchte dief? Incognito. Peter, hi. Peter, hi. Let op je horloge. Ja, nee, het is moeilijk. Het is een Rolex. Je hebt een clip. Hoe ben jij tot het moment gekomen dat jouw cultstatus zakkenrollen-expert is? Ja, kijk, ik ben goochelaar van beroep. En ik goochel al mijn hele leven. En goochelen en zakkenrollen liggen heel dicht bij elkaar. Het is toch vingervlug uit. Kun jij een voorbeeld geven hoe wij ons moeten gaan positioneren? Ja, kijk, je moet afspreken wie wat gaat doen. Dat is belangrijk. Dus eentje moet gaan onderruppen, de andere moet het pikken en de andere moet het krijgen. Dus wat er gebeurt, wat ik zeg, in de tram of ergens anders, je houdt ze tegen. Je maakt contact, de andere steelt het en geeft het meteen door aan de derde. En de derde is namelijk degene die wegloopt. Die is gelijk weg. Die is gelijk weg. We moeten dus een reden zien te verzinnen waardoor het logisch is dat we dicht bij iemand komen. Ja, of een voetbal regelen. Dan kan je misschien met ze gaan voetballen. Ja. En dan heb je een reden om tegen ze aan te komen. Kijk eens wat we nou hebben. Kijk eens. Een voetbal. De productie lijst het wel goed, hè? Uit het niets. Wat een productie. En dan, het kan natuurlijk wel gebeuren dat iemand het doorheeft, toch? Wat doe je dan? Heel hard rennen. Weg. Je kan. Goed, we hebben alle tips binnengekregen. We weten nu veel meer over het vak zakkenrollen. Hoe je stickers op iemands rug kan pakken. Nou ja, dat ook. Maar ik heb wel wat geleerd van de expert. Nu is het natuurlijk een moment om dat ook in de praktijk uit te gaan voeren. Dus wij hebben een casting georganiseerd. Ja, want we wilden het niet op normale burgers proberen, want dan zou een van ons wellicht in de gevangenis kunnen belanden. Dus mensen die zijn hier op valse voorwensen ingelokt, die denken dat ze onderdeel van onze groep kunnen gaan uitmaken voor een auditie. En terwijl ze van punt A naar punt B lopen, gaan wij proberen ze te rollen. Ja, dus hier moet het echt gaan gebeuren. Dit is het moment om de film te gaan busten of niet. Ik speel hem aan en ik ga wel met hem voetballen. Okay. Martijn die pakt de telefoon, die geeft hem aan jou. En de volgende doen we even. Iedereen moet even een andere functie krijgen. Zeg. Hey man. Kasten. Hey man. Oh, ja, dan moet je wel even. Hey man. Ik zeg, eerst even een trucje doen. Eerst een trucje doen. Laat maar zien wat je kan. Panna. Kom maar. Hup. Yes. Ja. Yeah. Top, man. Wat was het plan? Plan is dat jij naar de studio gaat. Okay. Die is om de hoek en wij lopen wel even mee. Goed. Voor die casting heb je ook een barcode nodig. Die staat op je telefoon. Oh! Nou, jij wist het wel, hè? Ja. Ja. Ja, man. Weet je wat jullie fout deden? Nee. Geduld.
Weet je, echt, jullie denken van hij komt en meteen gewoon de ene wilde nog dieper zo. Ja, ik heb hem bijna hoor, ik heb hem bijna. Je ziet je kans, je ziet je kans. Nee, als ik persoonlijk was gaan voetballen met hem, had ik dit gedaan. Hup, 1 hier, 2 hier, 3, 4. Zijn tas weg. Dat gaat wel heel erg goed. Had je dat ook niet door? Nee, dat voelde ik niet. Ja, maar hoe dan? Ja, gewoon heel snel doen. Doen we de baltruc? Ja, we doen de baltruc. Oh, goedemorgen. Heb je er zin in? Zeker. Kun je een beetje voetballen? Oh, lekker even. Sorry, ik had even niet zien met de zon in de kant. Zo goed. Zit jij met mijn zakken? Nee. Je zit de hele tijd een liedje proberen. Dat is het. Nee joh. Niels, jij hebt een salsa danscursus gehad. Oh, ja. Jij hebt net gaan salsa dansen. Oh ja, doe die bal weg. Dat is slim. Dit vind ik helemaal top. Oh, jij komt voor de casting of niet? Ja. Kun jij salsa dansen? Ik probeer hem wat te leren. Ik kan het proberen. Maar... Oké, dan moet hij zo. Of kun je hem wat leren? Want... Het is... Eén stap, één stap weer, twee stappen naar rechts. En dan zo, en dan zo, en dan, ja, dan is het eigenlijk wel goed. Nou ja, ik kan het niet zo goed, maar volgens mij is de casting hier om de hoek. Ja, wat is je telefoonnummer? Dan slaan we die ook even... sla mijn nummer eens even op. What the fuck? Wat? Ja? Ik kan hem laten liggen daar of zo. Je telefoon? Geen idee, ja. Oh, dat is niet zo handig. What the fuck? Weet je dit echt niet hoor? Yo! Hey man. Hey man. Oh! Van een knock-out? Hij zit de hele tijd. Van een knock-out? Van een knock-out? Hij zit de hele tijd. Oké, okay, daar gaan we. Oh, sorry. Kom, heb je het? Ja, nee, is goed. Gaat goed. Ja. Oh, dus zo doen jullie dat. Wat? De telefoon. Oh, shit. Ah, het scheelde zo weinig. Teringharde kop zo trouwens op mijn wang, zeg. De tyfus. Hij had niet door dat ik zijn water heb genakt. Hey. Je komt voor de casting. Stop. Hoi. Wat is dit? Dit is de Giergasten handshake. Dit is dit? Doe je met rechts inderdaad zo. Zo. 1, 2, 3. En dan nou. Bam. Juist, dat is hem. Dat is hem. Tap. Hey, succes zometeen. Okay, ben je ineens zenuwachtig? Ja, een beetje. Wat zeg je? Ik kan misschien al ons nummer alvast wel even hebben hoor. Dat kunnen we zo meteen contact hebben hoe het is gegaan. Ja, dat is goed. Wil je ons nummer opslaan? Ja, is goed. Oh ja, ik heb natuurlijk mijn zak terug. Oh, er zit een gat in mijn jas. Er zit een gat in mijn jas. Serieus? Ja. Wat dan? Ja, nou hoor je wel echt bij de Giergasten. Maar dit is hem niet, toch? Ja, nee, dit is... Ja. Oh, er zit serieus een gat in mijn jas. Ja, dat hebben we door. Jullie zijn aangenomen. Ja, dit is de meeste expert zakkenrollen. We hebben vandaag geleerd hoe je moet zakkenrollen. Oké. Okay. En dat niet door, hè? Nee, maar er zat ook serieus een gat in mijn zak. Dus ja, dat klopt. Dat misschien uit is gevallen. Nee, maar jij hebt dus ook niet doorgehad dat we... Nee, in jouw zak zijn geweest. Tijdens die box is die... Ik ben echt fucking dom, want ik ben echt super scherp normaal. Nee, het ligt niet aan jou. Wij zijn gewoon te goed. Yeah. Ik ben heel benieuwd. Hoe deden we het? Ah, best wel goed. Ja, hè? En weer niet. Ja, precies. Twee kanten. Eerlijk is eerlijk, soms ging het heel goed, ja. Maar soms ging het dus helemaal fout. Ja. Dus als je hier je brood mee wil verdienen, dan... Ja, maar als het dit serieus mensen waren die niet voor een auditie kwamen, dan hadden we alle drie vastzeten. Ja, of ik had nog meer kopstoten gehad. In ieder geval, we kwamen hier voor een vraag. We vroegen ons af, kunnen wij de focus verleggen om vervolgens iemand te rollen? Nou, het is ons wel gelukt, dus we kunnen zeggen dat het niet gebeurd is. Maar het blijft bij zijn. Een beetje wel, een beetje niet. Ik moet eerlijk zeggen, je ziet wel hoe makkelijk het ging. En dat mensen wel makkelijk uit hun focus zijn te halen. Ja. En dus al met al, weet je, nog een paar keer oefenen en dan komt het goed. Maar goed, je weet nu in ieder geval ook hoe je moet wapenen, hè, tegen de zakkenrollers. Strakke broeken. Strakke broeken, alles aan de voorkant. En als je heel slim bent, neem je gewoon niks mee. Oké. Laat je telefoon thuis. Overrated. Wees niet bereikbaar. Nee, niet bellen. Telefoon, portemonnee, allemaal precies. Weg. Heel goed. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering van Filmbusters. Dan gaan we weer een nieuwe film proberen te busten.
tot dan. Yo. Later. Bedankt, hè, trouwens. Graag gedaan, hè. Top. Thanks. Ja, heel erg bedankt. Koop nu een zak en maak kans op kaarten voor de ultieme M&M's Film Experience. De actievoorwaarden staan hier, dus doe mee. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M.